Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Elze's Dierenwereld. In mijn vorige video's en op mijn social media vroeg ik aan jou welk dier jij in de volgende video wil zien. Bedankt voor de superleuke suggesties. Er zijn heel veel dieren door jullie aangedragen. En omdat ik niet kon kiezen, kon jij stemmen op mijn Instagram voor het volgende dier. En de meeste stemmen geldig, dus het is geworden de okapi. De okapi is aangedragen door Dylan. Dus Dylan, deze video is speciaal voor jou. Als je heel goed kijkt naar de okapi, op welk dier vind je dat de okapi dan lijkt? Door de zwart en witte strepen op de kont en de benen van de okapi lijkt die een beetje op een zebra. Maar de zebra is geen familie van de okapi. Weet jij welk dier wel familie is van de okapi? Dat is de giraf. De giraf lijkt op de okapi. Ze hebben ongeveer dezelfde lichaam met de lange poten. Maar de giraf is een stuk groter. En een okapi die is hemelbruin met zwart met witte strepen. Dus ze zien er ook wel een beetje anders uit. Maar het is familie van elkaar. Okapi's leven in Afrika. In het regenwoud in het land de Democratische Republiek Congo. Okapi's eten bladeren van heel veel verschillende soorten planten. En soms eten ze ook vruchten. Met hun lange tong kunnen ze goed de bladeren uit de bomen plukken. Het grootste gedeelte van hun leven leeft de okapi in zijn eentje. Alleen als een okapi net geboren is, blijft hij een poos bij zijn moeder om alles te leren. En daarna gaat hij op pad in zijn eentje. Met zijn grote oren kan een okapi goed horen. Ze kunnen zich ook goed verstoppen in het regenwoud. Helaas zijn er steeds minder okapi's in de natuur. Dat komt doordat er steeds minder regenwoud is, omdat er veel bomen gekapt worden. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Gelukkig wordt er veel gedaan om de okapi te beschermen. En het regenwoud met natuurlijk veel meer dieren. Ik hoop dat het lukt en dat de okapi rustig in het regenwoud kan blijven leven. Dit was alweer mijn video over de okapi. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er wat van hebt geleerd. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, zodat je geen video mist. En volg me op Instagram of op Facebook voor nog meer dierenweetjes. Ik vond het super leuk. Ik hoop je te spreken online. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!